Renault Antwerpen. De auto's van stad. Dirk van Mechelen wil met de onbemande vliegtuigjes de brandhaarden sneller opsporen. Van Mechelen ziet de mogelijke samenwerking met de Nederlandse vliegtuigbouwer Aviolanda. Hun onbemande toestellen stijgen op vanuit het grensgelegen Woensdrecht en kunnen over de heide patrouilleren. Hoe meer middelen we kunnen inzetten voor preventie, hoe beter. Als je ziet dat we na die zware brand in 2011 miljoenen euro's hebben moeten investeren in het herstel van die heide, ja, laat ons dat proberen te voorkomen. Het gebruik van de drones zou de veiligheid moeten verbeteren van de brandweerkorpsen. Ze hebben op die manier ogen in de lucht en kunnen de ramp beter in kaart brengen. Met die onbemande vluchten kan je permanent toezicht houden hoe de brand zich ontwikkelt, hoe dat die best door de brandweerkorpsen bestreden wordt, aangevallen wordt en waarbij ook de veiligheid van de manschap absoluut primordiaal is. De onbemande drones worden steeds goedkoper en dus kan er volgens Van Mechelen op die manier ook bespaard worden op dure interventies van de brandweer. Van Mechelen wil geen afschaffing van de boswachters in de brandtorens. De drones zouden enkel aanvullend werk leveren.